Margot, wat gaan we doen? Fietsen. We gaan fietsen. We gaan even naar Vera, hè? Ja. Vera. Hè? Muziek staat daar, hè? Ja, ik hoor het. Daarom ga ik wel hier staan. Ja. Oké. Okay. Zo, even de GoPro op de fiets zetten. En dan gaan we eventjes. Het is echt een ongelofelijke mooie dag, jongens. Dus even kijken. Voor? Ja. Je helm op. Oh. Ja. Ja. Hij kan weer. Nou, we gaan even mee. Even naar voren. Ja, kan gaan wel. Naar de Consum, richting Consum. Want daar moet het ergens zijn dat je er langs het fietspad kan. Oh, oké. Okay. Hey, ja. Dit is hem. Ik ga voor me rijden. Dan kan ik je filmen. Oké, zwaai even. Ja, is ze min zeker of zo? Oh jongens, volgens mij is hier toch iets bijzonders, want er zijn zoveel parkeerplaatsen hier. Zou het gewoon zomerdag hier gedrukt zijn? Want dit heeft niks met die playa te maken of zo. Kijk mensen, daar ligt Vera. Mooi hoor, ik zal even pakken, dan kunnen we ook even die andere kant filmen. Kijk, moeten jullie kijken. We fietsen echt zo, je kan merken dat je het land inwaarts fietst. Het is hier wel heerlijk warm. Ja, we hebben windje mee. Ja. Dat scheelt alles. Nou, grappig hoor. Ja, kom maar. Nou, dit is het centrum. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Kijk. Nou. Touristica. Excellentia Touristica. Kijk. Staan we hier voor dit gebouw dus, waar we net aankomen. Calle Sintoria. En er zit een jonge man en ik zeg tegen hem, is het free to visit? Yes. Dus we gaan even kijken. Moeten jullie eens kijken. Charitas, Charitas, Charitas. Kijk, dit is waarschijnlijk een hele oude steen. Zien jullie?
prachtig. Oh kijk, dit is zeker de maquette van het onderdeel ofzo. Oh ja. Oh ja, maquette. Ja. Geweldig. Maquette repetitieve plaatsen. 2020. Volgens mij loopt het hier achter nog door ofzo. We gaan straks even kijken. Ik vind dit wel een beetje zonde, want dit vind ik een beetje kitserig. Dat ook weer die poppetjes, maar dat is het niet. Nee, het is geen Playmobil. Nee, Playmobil, ja. Ja, mooi. Grappig. Ja. Oh, ze zijn bezig met restaureren, ja. Ze zijn inderdaad bezig met restaureren, ja. Kijk ik even aan de zijkant. En de deur gaat dicht. We waren precies op tijd. Ja, van 9 tot 2 was die open. Nou, daar is nog een kerk. Zullen we daar maar even kijken? Nou ja. Nou, dat is iemand zenuwachtig. Kijk, en dan komen we hier aanfietsen bij dit plein. En hier heb je echt een grote kerk. Oh, kijk dan. Oh, met een mooi fonteintje. Ja. Dan hoort dat onderdeel er natuurlijk bij. Ja. Weet je wel, want dat zijn die onderdelen zijn ze aan het... repareren, ja, en deze is natuurlijk nou ook dicht in 2 uur. We zijn wel slim dat we hier dat gaan. Zie je, deze vijver is net helemaal opgeknapt nog al. Ja. Oh, je hebt alweer een steentje ingegooid in het ruitje. Wat zeg je? Ze hebben daar alweer een steentje ingegooid bij het ruitje daar. Daar boven. Ja. Oh, ja. Dat is die vlag van Andalusië. Die linker. Ja, dat is de vlag van Andalusië. Ja, en dat is de Spaanse vlag. Dat is de andere vlag. Oeh, beter in deze kant blijven staan. Hier sta je uit de wind. Het is van de 16e eeuw. 1518, ja, zie je dat? Ja, en hij is echt gerestaureerd in 2022. Oh, ja. Vandaar. Oh, kijk, hier mag al. Pregon del Giudio. Oh, ja. Kijk. Ja. Christus, lijnen weg. Goeie vrijdag. Ja. Oké, Mago, we gaan een stukje verder. Hier rechtsaf, zonnetje in. Ja, school is uit hier. Dit is het museum van fossielen, van zeefossielen. Museum de Fossiles Marinos, uit zee vandaan. En dat heb je in dit gebouw hier. En dan heb je hier ook in dit gebouw, kijk. De Biblioteca Publica Municipal de Vera. En dit is op
Plaza del Hospital. En dat is dus... Oh, kijken. Achteruit lopen. Dit gebouw. Alles in één. Heb je ook een foto van die kerk gemaakt? Hè? Heb je ook een foto van die kerk gemaakt die daar staat? Van die kerk? En ja, die kerk hierachter. Op dat hoekje, die kerk. Nou. Ik ben in het portaal geweest. Dat... Kijk, die politieagent die houdt echt de auto's tegen voor het verkeer. Ja, de school gaat uit. Ja. Kijk mensen, dat is jammer dat hij dicht. Oh, volgens mij is hij open. Hoe zie je dat daar? Ja. Oh, kijk. Ja, dat is het. Kijk, hek is gewoon open, jongens. Jongens, dit is leuk. Kijk. Wat staat er? 1979-2004. Oké. Okay. Juan Antonio Ruiz Espartaco. Oh, hij loopt met zijn arm in het verband. Kijk. Antonio, Juan Antonio Ruiz. Oh, kun je daar filmen? Ah, ja, hij is dicht bij je bellen heen, kijk. Oh, wat leuk. Kijk, jongens. Oh, ja. Torriles. Torriles. Volgens mij was die ook weer tot 2 uur open of zo. Ja, zie je. Hier staat het. Van 9 tot 2 uur. Ah. Hey, maar goh, dat moeten we in het vervolg anders doen hoor. We komen altijd 's middags op plekken waar alles dicht is. Nee, nog niet. Dat ga ik nou doen. Ik ga hem eventjes omhoog halen en dan haal ik hem even dichterbij. Kijk mensen, Plaza Toros. 1879 tot 1997. Ja, echt leuk mijn goh. Zien jullie? Oké, ga even kijken of ik er omheen kan fietsen. Ik denk het niet, zo te zien. Nee. Dat jij niet, hè? Dood. Even kijken aan de andere kant. Ja. Ah. Jammer mensen. Echt jammer. Nou ja. En wat moet ik nou eventjes laten zien? Kijk eventjes naar die satelliet.
Wat staat daar op die satelliet? Hey. Ik heb altijd al gedacht dat ik bovenaards was of zo, maar inderdaad. Het blijkt wel weer. Even kijken hier ernaast, want dat is ook een stadion zo te zien. Even kijken. Bussen, ja. Ah ja, dit is scholengemeenschap nog al. Over dit fietspad heen en dan komen we hier bij die rotonde en we moeten dan die kant op, maar kijk, er staat een bordje campers, dus even kijken wat dat is. Oh, hier. Oh ja, ja. Oasis Almar, area de autocaravanas, completo, kijk dan. Ja, wel een mooie plek. Zo, echt wel. Nou, ongelooflijk. Hé? Ja, ja, dat is het veld van allemaal grote, denk ik. Ja. Ja. Salida, dat is die kant op. Ja. Nou. Maar ja, je zag het, completo. Kan je je was ophangen? Daar. Daar. Hier kan je surfen. Netjes hoor. Keurig. Hè? Finland. Niet. Wat zegt u? Federatie Liechtenstein. Liechtenstein? FL? Ja, FL? Waar komt die F dan vandaan? Federatie. Oh, oké. Hier was gelukt. Ja. Jongens, jongens. Nou, mooi hoor. Nou, maar weer terug omhoog, omhoog. Het is hier net zo lekker, in die luwte. Ja. Completo, completo. Je ziet het, jongens. Alles is completo. Hey, daar moeten we heen. Daar is die Consum, zie je het? Ja, dus, en dan rijden we hier langs het natuurgebied. En kijk eens wat daar staat, jongens. Ja, het zijn er niet zoveel. Nee, het zijn er niet zoveel, maar ze staan er wel. Kijk eens. Dat is leuk.
Oh, ze erachter, zijn een erachter beetje staat, kijk, achter dat bosje staan er ook nog een heel groepje. Ja. Daar heb ik een foto van gemaakt. Oh, hiervoor ook. Hiervoor. Zie je het? En wat zijn dat dan, diegenen die hiervoor staan? Kijk, deze hiervoor. Even kijken hoor, deze. Wat zijn dat dan? Hier. Ja. Met die lange snavels, zie je dat? Ja, dat lijkt wel een koetenwaaltjes of zo. Ja. Ach, grappig. Gaan we weer? Hé? Hey? Wat zeg jij? Gaan we weer? Ja, jij moest nog naar de consu. Ja. Ja, we moeten even kip hebben voor vanavond. Ja, nou, dat kan ook wat anders hoor. Ja, we hebben nou al een paar dagen varkensvlees gekregen. Dus. Ja, nou, misschien hebben ze wel een tataartje of zo. Je bent hier niet in Nederland, bij de Jumbo. Ik ga toch even kijken? Ja, we gaan even kijken. Nou. We komen hieruit bij een uitkijkpost. Kijk. Oh, ik denk wel weer naar beneden aan de andere kant, maar dat gaat niet. Oh ja, wel, hier. Ik loop jullie net te vertellen dat, kijk, maar gewoon dode vingers hebt. En hoe kun je nou dode vingers hebben? Moeten jullie kijken. 11 over 3, 25 graden, mensen. Dus maar gewoon, wat is er nou? Wat zei jij nou net dan, dat je daar fietste? He? Nou, we komen daar vandaan. Ja, we komen daar vandaan. Maar zal ik even zeggen? Ik denk niet dat het netjes is op de vlog waar zoveel mensen naar kijken. Om dan even te herhalen wat ik zei over de wind. Nee, maar... Maar het was in ieder geval een koude wind, maar nee, ik zei er nog wat bij. Ja, dat knip je er maar uit. Nee, dat heb ik er dus niet. Okay. Heb ik er niet op staan, nee. Oh, wat is okay. Kijk jongens, even naar de consu. Zien jullie, dit is dat aqua gebeuren. De zomerdag is het hier heel erg druk. Ze zwaaiden naar me. Hè? Ze zwaaiden naar me. Ja, leuk. Jullie hebben het al in de gaten. Maar goh, die ruikt een nest, want ze gaat als een speer. Ik kan er niet eens bij houden. Moet je nagaan. Zo, maar goh, jij bent echt erg. Ze steekt gewoon een heel stuk af. Kijk, als ik dat nou doe, is dat heel normaal. Want ik doe dat altijd, zulke soort dingen. Maar go. Ja, we zijn er weer. Bij de knaus. Even kijken of er nog nieuwe bijgekomen zijn. Nou, juist niet. Wij staan er nog als enigste, denk ik, op ons rondje. Duitser. Fransman. Litouwen. Zo. Dat is lekker koud, hè? Ja. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, hè? Het was daar zo 24 graden omdat je uit de zonnetje staat en dan kom je hier en dan is het gewoon weer fris. Even kijken, waar is hier? Heb je nog steeds last van je rug? Ja, zit nog steeds klem. Zit nog steeds klem? Ja. Dan zal ik je zo meteen even uit elkaar trekken. Nee. Oh. Ik voel me net vannacht al. Oh ja. Hey. Hallo. Goedemiddag. Wil je even de vlog afsluiten? Helm af. Ja, we maken er nou toch verder niks mee. Maar dat weet je niet. Zo. Ja, weer dode vingers.
die wind is zo dun. Ja, die wind is niks aan. Dat is leuk. Nee. Nou. Oké. Zeg even tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog, mensen. We gaan jullie weer zien. Uit de wind is het heel. Ja. Cross. Ik zag het. Ja.